Welkom allemaal bij deze reading. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé reading, coaching, begeleiding, reiki healingen. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk ook alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je niks meer wil missen, klik dan op het belletje, want ik maak meerdere readingen op een dag. Ik werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Voor vandaag de Queen of Moon Oracle en de Cosmic Tarot. Dat is een Nederlands deck. Wat mogen wij weten, spirits en guides, voor de kijkers, voor het collectief? Deze mag ik hebben. Drie kaarten hoor ik. Je hebt een enorme groei in je leven doorgemaakt, nog. En je hebt heel veel daarbij losgelaten. Heeft pijn en verdriet gedaan, maar uiteindelijk levert jou dat heel veel liefde en zelfliefde op. Kaart 33 maakt 6, liefde, zelfliefde. Je bent daar ontzettend dankbaar voor die groei, hè? Voor de verandering die in jouw leven kwam, of de verschillende veranderingen, de transformaties die je hebt doorgaan met kaart 5. Ik moest deze kaart bewust wat lager leggen, omdat het leven blijft vol veranderingen zitten. En je hebt nu duidelijk de keuze gemaakt om voor jezelf te kiezen. Om aan jezelf te werken, dat je het waard bent. Misschien heb je ook meer zelfvertrouwen, meer zelfliefde gekregen. Dus dat ziet er heel mooi uit. Dankzij die groei en die veranderingen komt er ook heel veel moois naar je toe. In de vorm van overvloed, in de vorm van nieuwe mensen, juiste mensen, mensen die op het juiste niveau vibreren. Het kan zelfs ook zijn de ware die op je pad komt. Nog altijd aan het hele, verder aan het doen om meer en meer die balans te krijgen met de zes van zwaarden. Je ziet hier ook duidelijk de zes van munten. Dankzij liefde, zelfliefde, enorm uitgebloeid. Daardoor heb jij dus gezorgd voor meer balans in je leven. En met de tien van munten, je bent ontzettend dankbaar. Dat je nu aan het einde van een cyclus bent gekomen en dat je nog meer veranderingen op je pad mag krijgen, in positieve zin, maar ook heel veel overvloed met het tien van munten. Dat kan zijn op werkgebied, maar het kan ook zijn op gezondheidsgebied of zelfs wel dat er een vaste relatie jouw kant uitkomt. Je hebt geleerd om duidelijk de keuze te maken voor jezelf. Om daar terug evenwicht in te krijgen. Voor velen heeft dat te maken met gezondheid. Voor anderen heeft dat te maken met zelfliefde. Compassie hebben wij hier ook gezien. Dus niet meer te hard voor jezelf zijn. Niet te oordelend. Die innerlijke criticus. Hè, een stuk van het ego is dat. Die is aan het afsterven. Als we kijken, kan het goed zijn dat er binnenkort een boogschutter in je leven komt. Want ik zie hier de gematigdheidskaart. Die eerlijk geven en nemen wilt met je. En uiteindelijk is de doelstelling een vaste relatie met het team van munten. Ze zien wel dat jij nog volop aan het helen bent.
Dus ze gaan rustig aandoen. En anders mag jij natuurlijk altijd aangeven dat je wilt dat dit rustig opgebouwd wordt. Misschien eerst vrienden worden. Omdat er de nodige vertrouwen moet komen. En omdat je heel veel narigheid hebt meegemaakt met in andere connecties. En dat je daarom juist zeker van je zaak wil zijn. En ik heb het gevoel dat deze boogschutter jou dat ook gaat geven. Wat is het advies voor deze legging? Meer niet? Oké. Mogen wij nog meer weten over deze connectie? Ja. Het kan goed zijn dat je in eerste instantie wat terughoudend bent, wat afstand neemt, de persoon niet zo dichtbij laat komen, ook op emotioneel vlak, omdat je bang bent voor pijn, verdriet. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een steenbok of een waterman. Een einde aan angst, verdriet. Misschien dat het af en toe opborrelt, maar je weet goed je balans te behouden. Omdat je tijd neemt voor deze connectie. Omdat je eerst misschien bewust een vriendschap aangaat. Voordat je uiteindelijk iemand echt toelaat in je hart. Met de koning van staven, iemand voelt heel veel passie voor je. Het kan goed zijn dat dit een heel nieuw persoon is. Dat krijg ik voor velen door. In zoverre een nieuw persoon. Het is iemand die jou van afstand al heel lang heeft gadegeslagen. Iemand die nu eindelijk stappen durft te zetten richting jou. En ze zijn vastberadener dan ooit. Deze persoon kan jou nog meer heling geven, maar geef jou ook de hoop en de liefde en al je wensen die uitkomen. Want een van jouw wensen was om de ware liefde tegen te komen en die wordt nu op jouw pad gezet. Dus dat laatste stukje heling ga je ook krijgen middels deze connectie. Ik ga nu in de verlenging verder kijken naar mensen die met dit verhaal resoneren en waarbij je zegt van ik heb inderdaad te maken met een boogschutter, een steenbok of een waterman of ik heb dat zelf in mijn zon, maan, Venus of ascendant. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Als het resoneert mag je liken, delen, je mag natuurlijk altijd abonneren. En ik zie je al dan niet terug bij de verlenging. Heel veel liefde en licht. Namaste.